21 ton staal. Maar vandaag rijdt het niet op eigen kracht, maar wordt het met de hand heen en weer getrokken tijdens het NK treintrekken. De bedoeling is dat ze zo snel mogelijk die trein van de ene plek naar de andere plek trekken. En dan wie het snelst doet, die wordt één. Het is zwaar. En het is toch apart om te doen. Dan willen we het anders dan vrachtwagen trekken. Je moet hier tussen het grind en op de biel lopen. En dan moet je proberen een beetje gang te zetten. En dat het dan vrij moeilijk is dat, ja. Het was wel zwaar, maar het is wel gelukt. En de tijd, weet je die nog? 1 minuut 30. Wat is het gewicht van de 21 ton? Nee, normaal doen we vrachtwagen trekken en dan zit je op 15, 16 ton zo'n beetje. Wel weer Nederlands kampioen dit jaar? Nou, ik moet nog een keer. Dus nog niks officieel, maar ik ga mijn best doen. Ik ga zeker mijn best doen. En ik ben gewoon sneller. Ik moet nog een keer sneller. Is dit nou iets wat je met de paplepel hebt ingegoten gekregen? Want je vader doet ook mee, hè? Ja, ik dacht, ik wil een keer proberen. Het is heel mooi. Dus, publieke belangstelling is ook heel goed. De deelnemers zijn goed, dus... Dat komt wel goed. Regerend Nederlands kampioen Arno Lausma wint ook deze editie van het NK treintrekken.